Eduard, de boot in. Heb je er een beetje zin in? Zeker, altijd. Ja? 100%. Ja, je was net al met je oefenschot. De richting was goed, alleen nog niet genoeg kracht. Hoe ga je dit oplossen? Nou, net iets meer, ja. Net iets harder schieten misschien. Maar, ja, ik moet even wennen, maar ik denk dat het goed gaat komen. Ik ga naar zin. Je bent natuurlijk een filosoof, je denkt na over dingen. Hoe heb je dit bedacht? Hoe bedoel je? Dat, Heb je nog een bepaalde theorie hoe je dit gaat aanpakken? Nee, ik ga echt op mijn gevoel gewoon vertrouwen dit keer. Ja, gewoon even juist gewoon niet nadenken, gewoon in schieten. 10 meter is 10 punten, 20 meter is 20 punten, 30 meter is 30 punten. Waar ga je voor? Ik ga voor de winst, dus dat moet 13 meter zijn. En de laatste telt dubbel, dus als je alle drie raakt, ben je eerste. Ik ga mijn best doen. Nee! Fucking harder, ik wist het. En dan nog. Ja, teleurstellend. Maar oké, nu weet ik het gewoon net iets harder. Het gaat lukken. Nee, jammer. Ja, je ziet dat ik lang niet gevoetbald heb. Het is net niks. Laatste bal, als je deze raakt, gewoon 60 punten. Ja, daar ga ik voor nu. Nee! Oh nee, dit zijn alleen maar verliezers. Ja, dat is echt pittig. Ik krijg net binnen op mijn oortje, die laatste was net te vroeg geschoten. Dus die moet worden herhaald. We leggen hem voor de zekerheid op 10. Doe maar op 5. Nu gaat het aan de druk. Ja, je staat hier toch nog 5 punten. Ja, als je niet kan winnen, moet je ervoor zorgen dat je niet verliest. Ja, want nog even, wie heeft er wel verloren? Ja, Simon volgens mij. Ja, best wel triest. Simon Tjommer, 0 punten.